Welkom bij weer een nieuwe video van onlinehoortoestel.nl. Mijn naam is Guido Makker en ik ben Audicien. En vandaag mag ik u meenemen in de unboxing video van de Starkey Evolve AI. En de verpakkingen zijn we zoals we gewend zijn van Starkey, zien er keurig uit. Heel mooi verpakt, chic, wel een nieuwe kleur, zwart, met een paar blauwe tinten. En ik kan niet wachten om hem open te maken, om samen met u te kijken wat erin zit. En wat ik al zei, zoals we gewend zijn van Starkey, ziet de verpakking er mooi uit. Ze hebben er net nog wel wat extra aandacht aan gegeven. Door een mooi zwart uiterlijk en de signature sticker die we gewend zijn. Het ziet er echt weer keurig en gelikt uit. Een mooi vak met de gebruiksaanwijzing van Starkey. Netjes in het Nederlands, maar uiteraard is die ook in het Duits en in het Engels te verkrijgen. En in allerlei andere talen. Het doosje. En hier zijn ze dan. Wauw. De eerste Evolves. Hier in ieder geval in Nederland, maar ook in Europa. Het kastje wat we gewend zijn van Starkey. Onderaan twee oplaadpuntjes. Een speciaal zakje om ervoor te zorgen dat er geen vocht bij komt. Verder vinden we hier een officieel servicekaartje die ingevuld kunt worden, zodat u nationale en internationale service heeft. En een markering, zodat we de toestellen een links- en rechtsmarkering kunnen geven. Dus rood altijd rechts en blauw altijd links. Uiteraard zit er ook een speakertje bij, die we in verschillende maten hebben. En die klikken we, zoals we gewend zijn van Starkey, als een stekkertje erin. Blauw geeft weer links aan. En op de luidspreker zit natuurlijk een klein wit filtertje die ervoor zorgt dat de luidspreker niet vettig kan raken of dat er geen vocht in kan komen. En uiteraard hebben we die domes, die dopjes die we erop schuiven, in verschillende maten. Wauw! Er zit er nog een doos bij. Nog een stuk grotere doos. En die is voor de oplader. En die ziet er ook zo uit zoals we gewend zijn bij de vorige modellen van Starkey. Mooi, met een accu'tje erin. Je kunt deze oplader dus opladen. En als die helemaal volgeladen is, dan geeft hij dat aan hier aan de achterkant met ledlampjes. Kunnen we de toestellen 3 keer mee volladen zonder een stopcontact in de buurt. Onderin deze doos zit uiteraard de kabels om de oplader op te laden. En er zit een pakje bij met een droogcapsule die we hier weer bovenin kunnen plaatsen. En die zorgt voor het eventueel vocht wat er op de dag in het hoortoestel ontwikkeld heeft, dat eruit getrokken wordt. En er zit hier nog een klein schoonmaakpinnetje om ervoor te zorgen dat de microfoons schoon blijven. Nou, zoals we gewend zijn van Starkey, het ziet er echt weer waanzinnig uit. Maar dat het er mooi uitziet is één. Maar de prestaties van die nieuwe Evolve, die beloven wel heel, heel, heel veel. En los van dat die verpakkingen er waanzinnig uitzien, is het hoortoestel natuurlijk echt waar het om draait. Want daar heeft Starkey weer heel, heel, heel veel aandacht aan besteed. Het is de directe opvolger van de Livio, wat een mega succes is. Maar deze keer focussen ze zich nog meer op luistercomfort en op gemak. Dus juist het automatische van het hoortoestel, daar hebben ze heel veel aandacht aan besteed. Zodat u als eindgebruiker niet de hele dag aan knopjes of appjes hoeft te draaien. Dus wat ik al zei, doorontwikkeld van de Livio, en dat kan eigenlijk alleen maar beter zijn. Het daverende succes van de Livio, dat weten we allemaal. Stappentellers, vertalen in 27 talen, maar ook ontzettend goed verstaan in rumoerige situaties. Dat kan dit toestel natuurlijk ook, maar hij kan nog veel meer. Want het Bluetooth protocol is duidelijk verbeterd. Met de laatste update van de Livio was dat al. Nu zien we ook dat met dit toestel talkback microfoon van de hoortoestellen wordt geactiveerd als we aan het bellen zijn. En dat zorgt ervoor dat we hem nog beter echt als headset kunnen gebruiken.
Los daarvan is het verstaan in hele rumoerige situaties weer sterk verbeterd. En nou, dat is natuurlijk wel waarom we allemaal een hoortoestel willen. Juist dat verstaan in die hele drukke situaties. Vandaag heb ik jullie de Evolve 2400 AI RICR laten zien. En dat is verreweg het meest verkochte product van Starkey. Dat is namelijk de oplaadbare variant met de hoogste kwaliteit. Dus die u het beste laat verstaan, ook in rumoerige situaties. Met een luidsprekertje in het oor. Het prettige daarvan is dat we de gehoorgang open houden en niet de gehoorgang afsluiten. Maar natuurlijk heeft Starkey veel meer varianten van dit hoortoestel. Namelijk de volledig in het oor of de grote power achter het oor voor de echte sterke verliezen. Ben je nou naar aanleiding van deze video zo ontzettend enthousiast over die Starkey Evolve AI en wil je hem bestellen? Klik dan vooral even op de link beneden deze video die je direct doorleidt naar de productpagina. Wilt u nou meer van deze video's zien? Of wilt u andere filmpjes zien over hoortoestellen? Bezoek dan vooral even ons YouTube kanaal. Vergeet niet te abonneren en deze video te liken. Mijn naam is Guido Makker en bedankt voor het kijken.